Afgelopen vrijdag was het weer Drie Koningen. In de kleuterklas van basisschool De Zevenster in Uden werd hier ruim de aandacht aan besteed. Toen de ster boven Bethlehem stond, was de kleine baby geboren. En de drie koningen die ver weg in het oosten woonden. En in het oosten, daar hadden ze tegen de dienaren gezegd: page, ga iedere dag als het avond wordt op de hoogste torentrans staan en kijk dan met je sterrenkijker in de lucht. En waar keken ze dan naar? Naar de ster. Naar de ster boven Bethlehem. Want die zou vertellen dat er een kindje was geboren. En op een avond was het zover. En de page zei: koning, we hebben de ster gezien waarna we al zo lang op zoek zijn. En toen zei de koning: pak de mooiste geschenken in, want het is tijd om op weg te gaan. En omdat de koningen op weg gingen naar het kindje, vieren wij ook feesten. En dat hebben we gedaan met een mooie tulband waarin drie bonen verstopt zijn. Twee witte en een bruine. En een bruine. Want de kinderen die dadelijk een boon in hun cakeje hebben, die mogen een koning zijn. Ja. En die mogen ook een dienaar uitzoeken. En die gaat ze dan een beetje helpen. Maar eerst gaan we de kaarsen aansteken. En dan gaan we een mooie liedje zingen. Want wij gisteren hebben geleerd, hè? Ja. Kennen jullie het nog? Ja. Dan moeten jullie me wel helpen, hè? Er waren eens drie koningen. Koningen, koningen. Er waren eens drie koningen. De eerste. Nu in Bethlehem, zij zijn, pakken zij hun manden, pakken zij hun manden. Nu in Bethlehem, zij zijn, pakken zij hun manden en hun manden. Wat deed je toch, hé? Nou, eet smakelijk. Als je een boon hebt dan? Mag ik een koning zijn? Zat er bij jou ook geen incennen? Dus het betekent hij geen koning, hè? Ik heb een boom! En ik heb ook een bruine koning. Dit had ook een boom. De groene. Ik dacht dat dat de koning zou worden. En die koningen, die gaan we nou aankleden. Moet je met je gezicht de andere kant op staan? Kijk eens. Waarom? Blijf je hier even staan? Ja. Laat me eens even kijken hoe mooi u eruit ziet. Koning heeft een dienaar. En wie wordt jouw dienaar? Wil die dat? Die mag ook zo'n mooie kroon. Jij bent anders dan mij. Jij bent anders dan mij. Nou, en wat doet een koning altijd? Wat doet een page altijd? Die draagt de mantel van de koning. En dan breng jij de koning eventjes naar die stoel daar. Lopen jullie maar deftig, zoals een koning loopt. En dan mogen jullie gaan zitten. Koning Melchior is klaar. En dan koning Balthazar. Ik ben koning Kasper. En die heeft ook een mooie kroon. Goed zo. En dan is er nog een koningske. Weet jij het nog, koning Balthazar? Hoe heette die groene koning? Kasper. En nou moeten we voor ze gaan zingen. Er waren eens drie koningen. Rechtop. Koningen, koningen. Er waren eens drie koningen. Nou, dan komen jullie maar eens even zitten. Want de koningen zijn een beetje aan het mopperen. En waarom moppert de koning een beetje? Ja, dat hij boos is. Hij is een beetje boos, want wat hebben ze voor helemaal nog niet bij zich? De geschenken. En die drie geschenken zijn natuurlijk goud, wierook, kijken en mirre. En wat was mirre ook weer? Dat heb ik gisteren wel verteld. Zalde. Dat was zalf, hè? Hele dure zalf, hè? Kortom, een leuke en leerzame dag voor de kleuters van de Zevenster.